Hey, yo mensen, nu ook hier en natuurlijk ook weer Richard, You wait, the love en welkom bij de aflevering, de afleveringen, de afleveringen Ja, waar eigenlijk het eigenlijk altijd mis moet gaan Richard, het is namelijk aflevering 13, het is de ongeluks episode huh. Alleen eigenlijk hebben we al het ongeluk al in de vorige episode gehad, want wat er dus was met de server was het volgende uh, ik en Maurice hadden een beetje een oneenigheidje, wat een beetje geëscaleerd is. Waardoor de voortzetting van de server niet echt meer uh, gaande was, zeg maar. Dus uh, het komt er eigenlijk wel om neer. Uh, Maurice is ermee gekapt, die doet niet meer mee met de serie. En daarmee was de server ook gewoon gelijk geclosed. Vervolgens hey. heeft Richard geprobeerd om de server over te nemen. Maar hij had een raar probleem waarin hij zelf de server niet kon joinen. Terwijl ik het wel kon doen. I don't fucking know wat er aan de hand was. Dus toen moesten we naar een externe server toe. Maar gelukkig hoefden we niet heel extern te gaan. Want we hebben namelijk een, een, een redder van de serie. Of eigenlijk twee redders van de serie. Namelijk Waluichi Gozoa en ook Dani. Ik zal beide eventjes nu in het scherm laten komen van de Discord. Want die hebben er dus echt voor gezorgd dat de serie in leven is gebleven. En hun twee, ik weet niet precies hoe ze het allemaal geregeld hebben. Hebben met z'n tweeën de server geregeld. Die we nu dus gewoon uh, ja, nog steeds gebruiken. Dikke shout-out, dikke shout-out. Anders kan iedereen weer in de comments zeggen: De serie, altijd korte series. <laughs> maar het is wel waar. We hebben ook altijd wat, we hebben altijd wat. Nee, maar uh, wat gaan we doen vandaag, Richard? Dat is echt de vraag. Ik zou het echt niet weten. Oh, zo mag ik het horen. Nee, we hebben natuurlijk in de vorige episode de Enderdragon gekillt. En eigenlijk wil ik vandaag gaan kijken of ik wellicht wat dingen, wat projectjes kan gaan doen in die End. Maar voor we dat gaan doen, gaan we allereerst verder met Bewitchment. Want uh, ik ga daarmee eventjes een, een hupupup-barbatruk maken, zeg maar. En dat is? Een bezem. Maar we gaan vandaag dus beginnen met een, een stukje Bewitchment. We hadden natuurlijk al een episode of drie, vier geleden het altaar hier opgezet. En toen stokte het altaar zo rond de 370. Alleen voor het project van vandaag gaan we sowieso 1250 nodig hebben. Dus we moeten eventjes gaan kijken of we het altaar wat kunnen gaan verbeteren. Onder andere wat spullen eraf halen en ook de bomen eventjes opnieuw neer gaan zetten. Want als het goed is, ik ga even kijken gewoon. The trees are talking. The trees, the trees. De trees. Uh, heb ik nu 370? En als ik deze boom bijvoorbeeld weghaal. Zo. Holy holy shit. Doe rustig. Even kijken. Hoeveel gaan we dan omlaag? Even kijken. Ja, kijk. Dat bedoel ik dus. Helemaal niks. En waarschijnlijk als we vervolgens de zeppelingen voorzetten. Komen we op hoger power uit. Ja, daar gaan we al. Oké. Okay. Dus wat ik denk ik eventjes ga doen. Is alle bomen hier een soort van rearrangement. Gewoon. Ik ga ze allemaal weghalen. En rondom het altaar hier plaatsen. Op zo'n manier dat we zo meteen wat meer richting die 1000 gaan komen. Nou, we zijn inmiddels een uh, flink lange tijd verder, maar ik heb er iets van gemaakt. Ik heb er iets van weten maken, waarmee wij zo meteen de 1250 power in het alter gaan krijgen. Tada! Het is echt, ja, het is wel een beetje groot, jongens. Uh, excuses voor het ongemak. Het is echt spam van bomen. Ja, yep, maar we zitten momenteel op 1243 en ik hoop met een bloemetje, hoop ik zometeen, uh, ja, kijk, daar zitten we erboven. Wat oh, een mooi bloemetje. Hé, eh, dat is een toppertje, geen bloemetje, Richard. Ah. Oké, okay, maar we zitten dus op uh, 1250 power Zelfs nog ietsje meer Mede dankzij Richard zijn Kijk Richard, ik heb ze gebruikt hè, jouw endrots Oh, what the fuck heb je gedaan Wow, 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 je ja, hebt het altijd gezet als, als, als boost Je hebt ze gedokt aan elkaar Inderdaad Zo, maar wat we dus even gaan doen Is kijken waarvoor we de power gaan gebruiken Ik had hem een klein beetje losgelaten Dat het te maken ging hebben met een uh, vliegdingetje Met een broempje. Dus we gaan de broom erbij cool. pakken En dan zullen we gaan zien okay, dat er verschillende soorten en opruimen, Quinn. Inderdaad, ja, ja, ja Allemaal in de garbage Nee, maar je hebt verschillende soorten brooms. Je hebt een normale broom, die ga je eigenlijk gewoon als basis gebruiken voor de gevorderde brooms. We hebben de cypress broom, elder broom, juniper broom, dragon's blood broom. En noem het allemaal op. De andere brooms zijn van een andere mod, van de flying things. Aha. Dus daar gaan we nu eventjes niet naar kijken. Maar zodra we gaan kijken in het boekje, in de book of shadows. En we gaan naar het kopje rituals. En dan gaan we naar rising twigs. Dan kunnen we hier alles vinden. Alle informatie over de verschillende soorten brooms. Dat ze allemaal andere abilities hebben. Kijk, bijvoorbeeld, ja. Sub. Verplaats dit. Twix eens met dicks en zeg het dan eens overnieuw. Rising dicks. Fuck. Nu heb ik ook nog gemisclicked. Thanks man. Thanks man. Nee, maar uh, de verschillende brooms hebben dus eigenlijk gewoon verschillende abilities. Maar degene die ik wil gaan maken is de elder broom. Gewoon puur omdat het de snelste broom van oh, allemaal is. Ja, dan elder dicks. Hee. Richard vindt zichzelf weer veel uh, te grappig elder jongens. Dicks. Richard vindt zichzelf weer heel grappig vandaag. Ja, wat gaan we nodig hebben? We gaan nodig hebben flying ointment, een droplet of wisdom. Nou, die gaan we in ieder geval niet van Richard krijgen. Een elder sapling, ah. elderwood en ook no. een broom. Nee, nee. Kan dit nou? Even serieus. Mijn Alter ontploft. Ik bouw mijn Alter voor de helft op. En ik heb meer power dan ik net had. Hoe? Dan betekent dat dus dat die lantaarn die erop stond. Voor minder Alter Power zorgt. Maar die er alleen voor zorgt dat het Alter sneller charge. Ik, ik, ik weet het allemaal niet meer, jongens. Het is. Oh, het is in ieder geval weer een vuile slagje Rijker. Uh, het was weer mooi. Maar ik heb, ik heb inmiddels. Ja, ja, ja. Om eventjes in de, in de positieve sfeer te blijven. Ik heb inmiddels. Ja, kijk, hier is hij. De droplet op wisdom heb ik inmiddels binnen. Vervolgens wat we zo met een owner gaan maken buiten de broem, is de grimoire die we al een keertje eerder hebben gemaakt in het vorige multiplayer seizoen alleen met een hele andere mod. Dit ding, de grimoire magga, ma magia, 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 dit ding, die maken wij met twee ladder, drie paper, een liquid witchcraft en een opal. Opal kun je gewoon minen. Liquid witchcraft is te maken met een mandrake root, dus die gaan we er ook even bij pakken. Heel even checken of ik hem misschien niet al heb. Want ik heb volgens mij een keertje. Nee, ik heb hem niet. Oké. Okay. Nou, maakt op zich niet uit. Dan gooi we dit er gewoon eventjes in. Zo. Uh, hot, flats. Bam. En dan uh, gaat het denk ik helemaal goed komen. Alleen. 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 Ik moet wel mijn altijd goed in de gaten houden. Want ik vertrouw dat ding nog steeds niet. Maar. Maar even. Effe, even effe, effe, effe eerlijk hè, jongens. Even eerlijk. Hoe bullshit was dat? Wat. Wat doet een creeper hier? Wat doet die hier? Wat komt hij hier zoeken? We zijn inmiddels weer terug en ik heb alle spullen erbij gepakt. Alleen dat niet alleen. Ik heb ook weer bezoek gekregen van een creeper. Alleen ik ga hier niet uh, voor de tweede keer intuimen. Het is echt uh, beam beautiful. Uh, op een rond met die camera. Nee, maar ik heb dus alle spullen erbij gepakt. En ik ga allereerst eventjes die grimoire maken. Gewoon simpelweg omdat ik daar maar één enkele cirkel voor nodig heb. En voor het maken van die Elderbroom heb ik een drie dubbele cirkel nodig. Nee, drie cirkels. Uh. Twee witte. En één purpure. één paarse. Alleen zoals je al ziet, ja, dat gaat sowieso niet uitkomen als ik hieromheen nog drie cirkels ga maken. Dus ik moet hierna. <laughs> Moet ik de cirkel gaan? Ja, ja, heel goed uitgepland. Nee, maar ik moet die eventjes de cirkel gaan verplaatsen, maar het gaat helemaal goed komen. Voor nu gaan we allereerst eventjes kijken naar het eerste recept. Dus, het, uh, even kijken, wat was ook weer de Grimoire? Uh, dit ingrafding. ding. Die maken wij dus met twee leder, drie peper, een liquid witchcraft en een opel. Dus 1, 2. Hier gaan we er drie van opgooien. We hebben een opeltje erbij, uh, zo. En vervolgens gaan we nog eventjes de liquid witchcraft hiervan aan toveren. Eentje zal voldoende gaan zijn. En dan gaan we eens even kijken of het allemaal gaat werken. Ik heb hier in totaal echt heel weinig power voor nodig. Maar 150. Dus ja, dat moet ruimschoots uit gaan komen. We zitten momenteel op 1357. Rechtermuisknop. En. en daar gaan we hoor. Daar gaan we. Daar gaan we. Bam. Daar is hij. Het uh, boekje. En ik weet nu helemaal niet of ik dit erop moet gaan gebruiken. Of dat ik ernaast kan blijven staan. Ik kan er blijkbaar naast blijven staan. Maar kan ik het er ook op gebruiken? Gaat hij dan ook opvullen? Dat, dat is de vraag van dat vandaag. Dat is inderdaad echt de vraag. Ik weet niet helemaal zeker. Het lijkt erop dat ik hem echt gewoon in mijn hand moet houden. Ja, oké. Dus wat we gewoon even simpelweg gaan doen, is hier stilstaan naar de horizon koekeloeren. En dan gaan we zometeen de elderbroom in elkaar zetten. We onderbreken het witchery project voor een kleine zijweg. We gaan namelijk eventjes wat Diamond swords en Janten. Want Richard... Jij ook al? Ja, ja, ja. Alle twee. We gaan... Heb je nou mijn ID'tje. Ik heb Aqua I die. Ik heb Aqua Infinity. Aqua I die. Nice. Lekker man, wat is dat? Okay, mijn hele armor is af. Wat Even is kijken. Ik heb, uh, ik heb zeven zwaarden die ik ga enchanten. Hoeveel heb jij er? Ik heb er vier. Bam! Wat, wat zoeken we? Looting? Shot. Ik Loot, zoek looten. Looten, looten. Oh, dit is op zich wel oké. Okay. fuck is magic sip. Oh, sip oh, looting 3! Lingo! Ik mag ballen graaien. Heel. Hè? Kijk, ik ga er gewoon nog eentje reporten. Enfin, reporten. Ja, ik wil er ook wel eentje reporten, nog eentje enchanten. Oké, okay, deze is in de garbage. Oké, 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 jongens, dit was een goede zijweg. Mijn uh, wat zijn mijn zwaarden? Hallo. Hallo. Ja, je mag mij er wel lenen man, I don't care. Nee, ik heb ook looting 3. Echt? Oh, wat de fuck is? Wat loop je de Janke man? Wat the fuck is, wat is, yanker, the fuck is Magic Sipon? <laughs> magic sippon? Ik weet niet man, dat is een earpon van Judo. Is dat judo? Dat is Judo toch? Uh... Ik. ik hè? Eh, hoe kom ik, daar nou, ik nou, heb heb je je veel... nou weer bij? Ik heb geen vraag. Weet ik veel, ik heb weer gedronken. Nee, maar even kijken. We gingen namelijk uh, de, de ring, de, de, de geval, ding, geval, de cirkel, gingen we namelijk verplaatsen. Want wat we dus al zagen, we hebben drie we ringen nodig. De plaat, ja, ja, we gaan de cirkel verplaatsen. Ja, de ik de cirkel. Het... Uh, van wat jury? Oké, maar ik spreek dit stukje eventjes achteraf in. Want mijn microfoon was weer eventjes lekker aan het zoomen. Ja, ik weet niet hoe ze dat nou komen. Misschien een keertje stoppen met op je bureau slaan, maar. Dat is maar een gedachte. Nee, maar we gaan dus eventjes een driedubbele cirkel hier neerplanten. Een large circle, een medium en een small. Te beginnen bij de large. Die ga je gewoon op precies dezelfde wijze neergooien. Gewoon door middel van zo'n visualiserende optie. Vervolgens pak je je witte krijt erbij en kun je gewoon al die cirkels weer overtekenen. Het is echt een heel erg simpel uh, iets eigenlijk. Dus ik ga het voor de rest ook niet heel uitgebreid meer laten zien. We gaan nu weer terug naar Quinn uit het verleden. Voor mij, uh, voor jullie voor de toekomst. Het is maar net hoe je het bekijkt. En dan uh, gaan we kijken wat we met de driedubbele dubbele cirkel gaan doen. Let's go! Maar dan heb ik hier dus alles wat ik nodig heb, namelijk de drie cirkels. De kleine, de medium en de large. En de large gaan we nog eventjes omzetten naar een andere variant. We hebben namelijk nu een witte variant, maar we moeten een purple variant hebben. En die maken wij in de witches oven. Nee, de witches cauldron. Nee, niet in de garbage. Richard. Nog niet, nog niet. En met een Ritual Chalk, met Dimensional Scent en met Glowstone. En Dimensional Scent is gewoon simpelweg te maken met een Eye of Ender in de Witch's Oven. Dat niet alleen. Ik moet namelijk ook eventjes een ritueel uit gaan voeren. Hoe ik de ring kan veranderen. Want wat op zich best wel makkelijk is van deze mod. Wat je vroeger niet kon doen. Is dat je gewoon met een uh, ritueel de ring om kunt zetten. Want eerst moest je al die hele ring weer weghalen. Moest je weer een andere kleur neerkrijten. Hoeft gelukkig niet meer. Je hebt er namelijk nu een apart ritueel voor. En die komt er in de vorm van a Circle Drawing. Even kijken. En dan kan je gewoon per ring kan je bepalen. Welke kleur die moet gaan krijgen. Dus je kan met één klei kan je de binnenste ring gaan vervangen. Een andere kleur gaan geven. Met een klei en Wood Ash. Wat je maakt in de Witches Oven, geloof ik. Kan je de tweede ring. En met twee klei en twee Wood Ash. Kan je de derde ring die wij nodig hebben, dus veranderen. Naar een andere kleur. Nogmaals, Wood Ash is te maken in wood die ash. oven. Door middel van een oak sapling. Dus dat is een heel erg makkelijk recipe. Oké, okay, ik ga even wat Ice of Ender fixen. Want volgens mij heb ik die niet meer. Even kijken, Ice of Ender. nope. En daarna uh, kom ik zo oi, oi, meteen troep. En daar gaan we hoor. Ik heb namelijk hier wat Dimensional Sand binnen. Ik heb ook wat Blaze Powder terug. Helemaal mooi. Mijn Ender Plus ben ik wel kwijt. Maar ik heb dus wat ik hebben wil, namelijk het Dimensional Sand. Oké. Okay. Vervolgens gaan we dit dus hier zo in de kaldernet gooien. Ik ga nog eventjes één keertje het uh, recipe zo checken. Uh, voor ik dat ga doen, ga ik allereerst wat Bird Saplings erin gooien. En wat jars. Ik heb alleen maar jars niet bij me. <laughs> eh, 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 Ah, ah. Waar is oh, wacht. Ik ben blind. Holy shit jongens. Waarom ben ik altijd zo blind? Let's go. Daar komt het. En daar is hij binnen, de Bird shawl. En met deze Bird shawl ben ik dus in staat om de volgende chalk te gaan maken. In de vorm van de Facing Chalk. Die we gaan maken met Ritual Chalk, Dimensional Sand en Glowstone. Oké, okay, dan ga ik even erbij pakken: Glowstone. Uh, zo, een glowstone. -tje. En vervolgens pakken we nog even het recipe erbij van een normale chalk. Uh, zo, die is binnen. En dan gaan we dus gewoon simpelweg in die volgorde een witte chalk. Bam. Een Dimensional Sand. Bam. En glowstone erin kwakken. En dat geeft ons de Facing Chalk. Vervolgens pakken wij wat Wood Ash erbij. Kan je toevallig uh, slapen, Richard? Dat zou plezant zijn. En even kijken. En uh, klei. Twee klei. Uh, zo, we hadden al gezien. Twee klei voor de derde ring. En twee Wood Ash uh, voor de derde ring. Dus dan gaan we 1-2-1-2. En dan gaan we vervolgens de Facing Chalk in onze offhand doen. Dat is heel belangrijk, want dat bepaalt welke kleur de ring wordt die je om gaat zetten. Rechte muisknop. En daar is hij hoor, de ring. En met deze ring zijn wij in staat om de elderbroom te gaan maken. Dus die pakken we erbij, de elderbroom. En die maken wij met de normale broom. Dus die gaan we allereerst maken. Een broempje, een broempje. Uh, zo, die is binnen. Tenminste, als ik stik zou hebben. Ik heb gewoon serieus geen stik. Ik heb gewoon geen stik. Hoe kan dat nou weer dan? ja? Yeah? Nou, nu heb ik wel stiks. Zo, dan maken we er hiermee de broom. En wat heb ik nog meer nodig uh, voor de Elder Broom? Zo, ik heb nodig een normale Wood van de Elderboom, een Elder Sapling, een Flying Ointment, een Droplet of Wisdom. Even die Flying Ointment denk ik erbij pakken, want volgens mij heb ik er alle items al voor. Uh, zo, yep, die is inderdaad binnen. En dan gaan we gewoon simpelweg al die items erop gebruiken. De volgorde maakt nogmaals niet uit. Dus zo, sapling wisdom, flying ointment, elderwood. Mis ik nu nog iets? Waarschijnlijk wel. Elder. Nog even één keer checken. Want als ik dit opfuk, dan ga ik heel trickerd worden. Even kijken. Uh, alleen de broom nog. Oké. Okay. En dan nog één keertje als uh, final check. Even checken of ik genoeg power erin heb zitten. Want we hebben dus 1250 power nodig voor dit hele ritueel. Nou, dat uh, lijkt wel het geval te zijn. Nou, ja, dat is ook weer heel onnodig. Uh, zo. Nou, we gaan gewoon kijken. Rechter mij Ride of Rising Twix, gaat het lukken? Dat is de vraag. De spanning stijgt, de spanning stijgt. De cirkel doet het werk. Oh, oh, woehoe. Sorry, ik weet niet wat dat voor geluid was. Het was niet heel makkelijk. Maar ik heb de Elderbloem, Richard. Hoe trots ben jij? Niet. Oh. En deze elderbloem kunnen we natuurlijk gewoon simpelweg neer gaan zetten. En vervolgens gaan we door middel van de grimoire magica. Of magia of magia of hoe je dat ding ook noemt. Gaan we erop zitten. En dan kunnen we vervolgens a whole new world. En we kunnen best wel snel vliegen zoals je ziet. Dus dat is best ah. nice. Nou we zijn aangekomen in die end. We gaan de elderbloem neergooien. We gaan erop zitten. En dan moeten we natuurlijk wel een beetje onze energie in de gaten houden. Want uh, mocht de energie op zijn. Dan heb je zomaar kans dat we ter aarde gaan storten. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nee. Dit is echt zo mindful altijd. Heb je dat ook? Als je zeg maar in die end bent en je gaat vliegen hoe je beeld eruit ziet. Echt dat korrelige paarse spul. Oh, lingo. Ik heb het gevonden. Richard. Ik, heb, ik heb misschien iets gevonden. Even kijken. Geef, even mij even. Maar, geef mij maar iets. Ja, dat heb ik sowieso niet gevonden. Want zoals jullie weten, klapt dat ding open. Maar als het goed is, kan ik hier rechter muiskop op doen. Dat lukt niet bij allemaal. Maar, oh, ik heb gelijk lingo. Kijk, als je hier rechte muiskop doet. Kan je Shulker Pearls krijgen? En die cirkel. Shulker Pearls. Ja, die Shulker Pearls gaan dus een belangrijke rol spelen bij onze allereerste Monster Farm. Alleen wat ik dus niet weet is of je meerdere pearls van één Shulker kunt krijgen. Dus dat is nog eventjes een beetje proberen. Sowieso moet ik eerst even kijken of geraakt wordt. Al is dat denk ik niet een heel groot probleem als ik door die Levitation Zooi geraakt word. Maar goed. Uh, hij kan me niet eens raken, dat ding. Of wat? een soort van dieving. WTF, fuck, hij kan me niet raken. Haha, bitch. Loser, loser. Hij, uh. hij, kan me, hij kan me gewoon niet raken. What the fuck, dat is heel raar. Oké, okay, nou dan kunnen we gelijk gewoon even naar de andere toe. Kan toch niet geraakt worden. Kom maar jongen, klap maar open. Kom maar, kom maar. Ja, goed zo. Kom maar, nog maar een keertje. Kom maar naar je schulpje. Kom maar. Ja hoor, de tweede is binnen. Oh, ik heb ook een elytra gevonden, Richard. Elytra, elytra, elytra. Wow. Alleen het probleem is: normaal gesproken zou je hier gewoon binnen kunnen lopen. Maar ik kom niet van mijn bezem af, dus ik moet een beetje strukkelen hier. Uah, uah. Zo, eerst even hier een pearlsje. Zo, die is binnen. Vervolgens pakken we zwaarder bij de klant dan dood. Zo, die is kapot. Hebben we ook gelijk een, een shulker shelletje. Oké. Okay. En dan gaan we hier natuurlijk even dit mooie dingetje meenemen. Pok. En wat hebben we nog meer? We hebben ook een shuffle met Fortune 3. Geen idee dat ik daarin heb, maar ik neem het maar gewoon mee. Maar ik heb hier ook een toren. En natuurlijk is die toren volledig gevuld met choker dingen gevallen. Dus die gaan we allemaal eventjes af voor de pearls. Dus hier heb ik eentje. Zo, kom maar jongens, kom maar. Hier is zo eentje. Zo, ook binnen. En dan gaan we zo door tot ik er in totaal. Even kijken, 30 heb geloof ik. Hier ligt eentje zo. Dus het uh, is nog wel eventjes een, een, een werkje. Ik heb er momenteel, heb ik er 19. Dus ik moet er nog een stuk of 11. En dan uh, zijn we helemaal ready voor de project. Richard. ben je hyped? Nee. Oh. Oké, okay, zo Bam, bam, bam. Nu komt hij. Un, dos, tres. Let's go! Dan ga ik wel even eerst mijn die uh, Bjaldi. Uh, Zou wat verder weg staan voordat hij nee, er... nee, 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 nee. Ik ben insane Die shit in deze game. Ik ben insane. Fucking garbage bitch. In the garbage. Waar is hij? Ah Ik ga gewoon zo van een afstandje schieten. Ont. Hallo? Oh, Mag ik mijn oh, nederstart? Ja, dat jouw prijs. Thanks, man. Oké, okay. ben je er klaar voor die shirt? Weet je wat wij gaan maken? Nou, een monolight-ding. Monolight of spawning. En die maken wij met vijf shulker pearls. Drie pearl blocks die we weer maken met. Even kijken. Uh, uh, oh. Oh. Richard, is dat in de fix zetten van mij de hele tijd fucking nodig? Waarom eet <laughs> je die zo Ja, gewoon omdat dat is jouw punishment Richard. Omdat jij mijn, mijn HP ja, en mijn armor doel, loopt. He? Je loopt mijn armor en HP te wasten en dan waste ik jouw fucking rattenvoedsel. Uh... Eh, oké, okay, we gaan dus de Modelite of Spanning in elkaar zetten. En die maken wij met een endstone en dus wat Shulker Pearls. Ik dacht dat ik gewoon door middel van 9 uh, Shulker Pearls een blok kon maken. Maar het is blijkbaar een nog goedkoper recipe. Wat op zich, natuurlijk, geen probleem is. Oké, okay, daar gaan we. Let's go. Hij is binnen de light of spanning door middel van 1 star. En dit gaat ervoor zorgen dat er meer monsters gespand gaan worden in een chunk. Als het ware. Een Chonko. Een Chonko. Dus wat we even gaan doen, chonko. is ergens boven de grond, even kijken, ik weet nog niet precies waar ik dat wil gaan doen. Want waarschijnlijk, mij kennende, ga ik er weer echt een ongelooflijk lelijk gebouw van maken, maar dat zien we allemaal zo meteen wel. We gaan dus eventjes kijken of we ergens boven de grond een gebouw kunnen gaan maken, waar we deze monolight neer kunnen gaan zetten. Want het is dus gewoon zo, het hangt er vanaf welke chunk je neerzet, daar gaat hij alleen werken. Dus ik zal eventjes gaan kijken, volgens mij is het F7 toch? Nee, was het F7? Nee, dat is waar die spant. Oké, okay, wacht even kijken. F9 misschien? Ja, kijk, dat zijn de chunks. Dan kun je precies zien waar F9. de chunks zijn. F9! Dus wat wij gaan doen, is gewoon één chunk helemaal vol bouwen met een huisje. Vervolgens gaan we het dak gaan we van slaps maken, denk ik. Want dan kunnen geen mops spannen, toch? Dus dan zorgen we ervoor dat alleen binnen het huisje alle dingen gaan spannen. En dan gaan we daar die monolight of spanning neerzetten. En dan gaan we in de volgende episode kijken hoe we die monsters gaan killen. Tenminste, als ik hier niet uh, aan flarden word geschoten. Maar wat dus het idee is, is het volgende: we gaan dus precies in elke hoek gaan we gewoon vanaf hier bouwen. Dus dan uh, hier loopt de grens tot aan de volgende chunk. Want wat ik dus al aangaf, die monolith of Spanning gaat enkel werken in de chunk waar je hem plaatst. Dus er komt hier nog eventjes een hoekie. In de Chunko. In de chunko zo. Dan gaan we vervolgens vanaf hier gewoon helemaal dicht bouwen. En dan gaan we hier één dikke mol spannen maken, waarmee we uiteindelijk hopelijk uh, ja, van alle dingen ons kunnen gaan voorzien. Waaronder bijvoorbeeld wither skeleton skulls en uh, noem het allemaal maar op. Creepers. Ook, ook, ook. En als je, je afvraagt hoe we dit hele ding gaan bouwen, is heel simpel. Ik heb namelijk nu gewoon een hele buitenste ring hier neergezet. Dan pakken we vervolgens een uh, beelderswand erbij. En ik Ik heb alleen niet genoeg uh, cobblestone. En Richard gaat die half over zijn nek. Heb jij nog uh, kobbelen kobbelen voor oma Quinn? Nou, we hebben voor die soort eventjes uh, wat uh, kobbelen kobbelen gekregen. Als het goed is, kunnen we hiermee. Uh, ik zal uh, waarschijnlijk wel weer het inventory hebben. Nou, ja, waarschijnlijk wel. Want we gaan namelijk nu gewoon de beelderswand gebruiken. Ik oh. En dan gaan we het gewoon op deze manier gaan we het aanpakken. Ik moet alleen wel eventjes een torentje bouwen, anders ben ik bang dat ik het zo meteen weer op ga fokken. Uh, zo. En dan uh, vanaf hier gaan we bouwen. Zo, dat is de volgende rij. En dan komt hier nee, nog een rijtje. We gaan in één keer maken. Bam. 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 Ik weet niet hoe hoog ik het wil gaan maken. Ik denk dat dit wel ongeveer genoeg is. En dan gaan we dus de bovenste laag. Gaan wij van hoe het maken? Van, van slaps. Uh, ja, dat moeten we even gaan bekijken. Want uiteindelijk hoef ik er helemaal niet meer in. Aangezien nou, het allemaal automatisch moet gaan. Nou, inmiddels is het gebouw helemaal af. Ik heb overal nog een laatste slaplaagje gegooid. Uh, zo, slaplaag. Slappolage klinkt slap klink best wel naar eigenlijk, maar dat maakt niet uit. Uh, <laughs> zo, en dan uh, gaan we dat daar dan nog even dichtgooien. Dicht. Oh, moeten we er niet in of zo? Jawel, hier. Maar ik ga nu even uh, dat ding neerzetten. Ik weet alleen niet of nee, nee, het. wat maakt geloven. nou uit welke kant hij zat? Ja, ik, 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 ik ben dom met het, Richard. Ik moet bepalen waar die komt. Kijk, is dit is het centrale punt? Ik denk het wel. Oh, hij spant al. Ho, ja, Richard, nee, 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 Richard. Richard, Richard, niet doen. Ja. Richard niet als een kinderachtig rotkind gedragen. Maak open, maak open, maak open, Richard. Nee nee nee! Ah! 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 Richard, help, 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 help. Ik kom hier op, kom op dat duwtblokje. Thanks. Oh. No problem. Oké, okay, maar. Ja, maar uh, hij doet het, mooie, het dus. Uh... Ik, ik wist niet dat hij zo snel zou spannen. Ja, ik ook niet. Maar nee. uh, hij werkt, jongens, hij werkt. We gaan de volgende episode. Uh, ja, laat dat lekker zitten. Dat bewaren we lekker we voor de volgende hebben, episode. Dan kunnen we niet een dingetje erin doen ofzo, of zo? Uh... Ja, dat, dat kan misschien. Maar ik weet niet zeker of dat de span gaat blokken. Nee, hebben we niet van dit Shadowed Glass ofzo? Ja, dat denk ik wel, maar we gaan gewoon even kijken. kijken. We kunnen wel vast een sneak peekje doen. Hallo? Komen Kom je hier vaker? Nou oké, okay, maar we gaan de volgende episode kijken wat we mee gaan doen. Het wordt echt een, een leuk project, denk ik zo. Maar voor nu is het weer tijd voor het openmaken van de Chance Cubes en de Chance Globes. Nou, het is weer tijd hoor, jongens, voor het openmaken van de Chance Globes en de Chance Cubes. Ik zal nu even het scherm laten komen, op hoeveel likes we zaten. We gaan vandaag ook weer per persoon, ook als modusje niet meer, maar we houden gewoon dezelfde hoeveelheid aan. Uh, gaan we dus gewoon 9 Chance Cubes en 9 Chance Globes. Uh, wat is dit dan? The fuck is dit? Doet dat pijn? Nee, toch? Wat is dat? Nee. What the fuck man. is dat? Ik heb geen idee, man. Het ziet er wel een beetje nasty uit. Hmm, I don't know. Maar uh, we gaan gewoon. Uh, ik ga ook gelijk de Chance Cubes openmaken, man. Nee, 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 hier heb ik even gaan trekken. Nee, 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 nee. Nee, 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 daar heb ik even gaan trekken. Nee, 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 nee. Quin, kijk wat je hebt gekregen? Wat heb ik gekregen? Hier zal ik het even oppakken. Holy fucking shit! Nee, 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 wat heb ik? Wat, 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 wat Do you want to build a snowman? Quick, go down, safety blocks! Help! 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 Research. toch echt ja, yeah, I know. Maar, ah, ah. Ja, maar ik ben te laat waarschijnlijk. Uh, ah, ah, ah. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom 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 Do you want to build a snowman? A 70 blocks. Oeh. Heb je het gehaald? 17 ja. of 70. En ik heb ook uh, andere chance cubes. De vraag is alleen, hoe kom ik weer naar boven toe? Rip ja, ik... Nee, ik ben mijn XP kwijt. Even serieus? Je broem ligt nog op de grond. Really? Those lights seem a little weird. Wat? Wat Jezus, wat krijg ik allemaal? Ja, ik weet ook niet wat ik allemaal krijg, man. Wat nou weer? Wat, wat, ik heb... wat is dit oh allemaal? Oh my god! Dit is echt allemaal garbage, man. Wat de hel gebeurt hier allemaal? Oh, what the fuck? Er is een netherding gespant. Wat voor netherding? Oh, ah, wat ah! Van ah! Kijk wat er achter me aan zit. Wat gebeurt er? Ik uh, Iets vind heel veel potions. Jezus, die zombie is sterk. Wat heb ik eigenlijk hiervan gekregen? Want ik heb Light Grey Iron shulkerbox, Box. Ik heb shulkerbox gekregen. En Concrete. En nog meer Concrete. Nou, ze willen heel graag dat ik uh, beton uh, krijg. Heel Jezus, apart. kijk hoeveel fucking enchantments ik heb. Ja, je bent ook invisible, man. Oké, okay, maar hiermee zijn we aan het einde aangekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je er al van genoten. Heb je er nou van genoten? Dan zeker dat blauwe duimscoe omhoog. Want natuurlijk gaan we nog altijd, per persoon tenminste. We houden Maurice als een soort van fictieve persoon. Per persoon gaan we nog altijd uh, per 20 Goeie likes 1 Chess per... Club en 1 Chess Cube en 1 Chess Club openmaken. Gloepie, Nogmaals, even uh, een dikke shout-out naar uh, Waluigi Gozwa en naar uh, Dani voor het hosten van de server en het regelen van de server. Want zonder hun was de serie waarschijnlijk nu uh, GG geweest. Het uh, is een trieste aftocht, was het dan weer? Dan was het weer een korte serie. Oké, okay, jongens, maar het kijken. Tot de volgende keer. De volgende keer gaan we verder met de Spanner. We gaan leuke dingen doen. Dag. Dag. Doei.